Manon en Masha komen steeds meer te weten over Moerdijk. De komst van de Moerdijkbrug die maakt het een beetje moeilijker. Toen was er de oorlog. En daarna kwam er nog de watersnood. De watersnood is ook nog gekomen, ja. Ze ontmoeten veel inwoners. Dit is uw boot van vroeger? Ja. De geschiedenis heeft er diepe sporen achtergelaten. Alles wat in Moerdijk, in ieder geval bij ons in de familie, met watersnood te maken heeft, de impact daarvan die is wel heel, heel groot. M&M in Moerdijk. En mist u de tijd van het vissen? Mijn leven is zo goed als voorbij natuurlijk. Hè. Elke zaterdag. Of niet? Op Omroep Brabant.